Dus hier staat de app Maria. Dat is eigenlijk een app om een lot, bijvoorbeeld een dak, te gaan meten. Dat zal geen exacte meting zijn, maar kan misschien handig zijn om een keer een first ballpark figure, gelijk dat ze zeggen, een keer een grove meting te doen van een oppervlak. Dus ik ben dat hier nu aan het doen. Dat werkt op basis van Google Maps, en dat is een app die daarop gebouwd is. En dan zie je hier onderaan, dat staat er nu niet, de oppervlakte en hier de afstanden tussen de verschillende zijden. Hier onderaan, maar dit zit er hier nu voor, maakt niet uit, zie je ook de oppervlakte van het lot, dat is 3000 vierkante meter. Dus dat was er eentje. Dan Magic Plan. Dat is eigenlijk om, je bent in een huis en je wilt van een bepaalde kamer of zo een keer een ruw grondplan, ook met afstanden en al op, een keer maken. Dat werkt op basis van augmented reality. Dus een risicootje dat ik dat hier demonstreer, want ja, ik zit hier aan mijn computer, dus ik kan mij niet goed rechtstellen, want ik heb mijn oortjes in. En, maar ik ga het toch een keer tonen, gewoon om dat jullie zouden begrijpen waar het over gaat. Dus ik ga een nieuwe ruimte maken. Ik ga dat scannen met de camera. Het is op de begane grond, ja. En ik ga dat ons zeggen de huiskamer inrichten. Of uittekenen. Dus je ziet hier, er verschijnen zo van die dingetjes. Hè. Hier een hoek. Hier een hoek. Hier een hoek. Hier een hoek. En hier een hoek. Voilà. En dan rolt daar een plan uit. En je ziet hier de afstanden opstaan. En je kunt dat ook nog verder objectjes toevoegen. Dat is rudimentair. Hè. Dat gaat het werk van een professioneel planner, een architect, zeker niet vervangen. Maar dat kan in sommige situaties misschien handig zijn. Je kunt er dan ook een deur in plaatsen, bijvoorbeeld. Of dan nog een beetje aanpassen. Zo. Dus voilà, je hebt of een raam of een trap. Dus je kunt dat verder uitwerken. Oké, dat is Magic Plan op basis van augmented reality. Misschien ook handig, zeker in de ramen, deuren, installatiesector. Want ik weet van sommige klanten dat, ja, ik heb de pro-versie nog niet genomen, dus ik ga het gewoon zo doen. Ik weet van sommige klanten dat, dat ze vaak, dat ze een raam moeten plaatsen of ze doen een opmeting, dat men op pen en papier iets schetst en daar dan de afmetingen bij plaatst, misschien nog een foto erbij trekt, maar tegen dat het dan op kantoor raakt, zijn we een week verder en pas dan kunnen ze daarop verder werken. Dus dit toeltje, My Measures, zou daar wel kunnen handig in zijn. Dus je kunt hier zo'n object toevoegen. Ik ga een foto trekken. Ja, ik zit er juist op de limiet van mijn abonnement. Van een gratis abonnement. Dat kost een paar euro, 2-3 euro. Ik ga dat nu niet doen. Maar dat is hier een foto dat ik ter voorbereiding van deze webinar genomen heb. Dus ik heb hier een foto van mijn deur daar genomen. En dan kan je daar zo eenvoudig een pijltje op plaatsen met de afstanden. Dat is geen augmented reality toe, dus dat gaat de afstand voor jou niet vanzelf bepalen. Maar je trekt de foto en dan kan je erop annoteren. Dus hier links, je ziet, je kunt pijltjes toevoegen, je kunt er tekst op schrijven. Je kunt nog foto's nemen en die daarop plaatsen. Dus eigenlijk een gemakkelijke manier om van een gat in de muur of van een plaats in een huis een foto te trekken, daar iets op te tekenen en dan onmiddellijk door te sturen naar het bureau of het hoofdkantoor of voor jezelf achteraf. Want anders zit je met een foto enerzijds en dat schetsje anderzijds op papier met die afmetingen op en zo. En dat is soms een gedoe. Voilà.